Zo, doe maar kijken of je dat lekker vindt. Ja, hij zegt altijd nee, hij denkt dat hij al twee is, maar... Die regel geldt pas vanaf dat je twee bent, hè? Nee. Oh, oh, hij geldt nou al, de regel. Ik weet hoe hij dat randje was. Ik kan nou niet meer. Hij hield zich echt zo aan mijn trui vast. Ja, nou dat is weer. Dat Jimmy hem dan aan zijn hand zo meeneemt naar de speeltuin en dat soort dingen, weet je wel. Dat is wel schattig. Dat hij dan zo hem op sleeptouw neemt. Hij is helemaal koud, hè? Warm. Ik vind het echt jammer, want ik wil gewoon heel graag overal bij zijn. Schat, ik zie er niet uit. Ja, je wou de vlog openen? Nee. Bij deze, de vlog is geopend. We moeten de vlog nog openen. Ja? Niet nu. Het is wel real life zo, hè? Real life, ja. Real life soap. Dit er ook uit zo. Ziet je man? Ja. Welkom bij weer een nieuwe week. Hallo allemaal. Speciaal voor jullie helemaal opgedoft. En dan is hij lekker rustig. Hij is echt helemaal lok. Hey Charlie. Vind je het zo fijn onder de douche? Draai eens naar rechts. Dat is naar links. Verder? Lekker douchen. Mm. Hij is helemaal koud, hè? Warm. Lekker, lekker lunchje. Het is voor elkaar. Wat voor elkaar? Gewoon heel de hebben en houden na het douchen, haren wassen en kleren aan, voeden en kunnen gaan, zeg maar. Het is gewoon een heel gedoe toch, ja, met een baby. Maar het is gelukt. Joy. En hij slaapt. Ook heel fijn. Wow, dit ziet er wel echt lekker uit. Oh, en deze. Smakelijk. Smakelijk. Kijk hoe die dat randje was. Ik kan nou niet meer. Hij hield zich echt zo aan mijn trui vast. Ja, nou dat is weer. Jimmy ziet mij nou zoveel met een doek over mijn schouder lopen. Dat... Toen straks kwam hij naar me toe gelopen, had hij ook zo'n doek over zijn schouder gelegd. Mega schattig. Hey Jimmy, ben je er klaar voor? Nee. Nee? Nee. Dit wordt jouw eerste grote dag bij de grote kindjes. Nee. Dat is leuk. Nee. Nee? Nee. Nou, maar jij wil elke keer al bij de grote kindjes spelen, dus ik denk wel dat jij het leuk vindt. Nee. Hij mag vandaag voor de eerste keer bij de grote kindjes meekijken. Want hij is bijna twee en dan zit hij sowieso bij de grote kindjes, hè? Nee. Nee? Ja, hij zegt altijd nee, hij denkt dat hij al twee is, maar... Die regel geldt pas vanaf dat je twee bent, hè? Nee. Oh, nee. Oh, hij geldt nou al, de regel. Nee. Nee? Nee. Jimmy heeft er in ieder geval heel veel zin in. Nee. Nee. Zeker wel. Nee. Kan er nog een lachje vanaf? Nee. Oh. Nou, Jimmy, veel succes. Papa komt jou straks weer halen en dan hoor ik graag hoe het was. Oké? Okay? Gaan we uit? Ja, we gaan eruit. Nou mag jij lekker achterin zitten. Ja. Wij gaan op weg naar de kringloopwinkel. Voor... Oh echt? Ik dacht dat we naar eerst gingen. Nee toch? Oh, de kringloopwinkel, waar is die ook alweer? Ja, bij Jiskom weet ik wel. Oh, oké. Okay. Lekker het. Ja, jij bedoelt Lappelbel? Ja. Ja, dat is bij het Pierhaven. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik wel. Dat is gewoon ook dezelfde weg als dit. Wat ik wou vertellen. Wij ja, zijn... Vanmorgen zei je nog dat we naar Isk wilden. Nee. Oké. Okay. In ieder geval, want we willen zo goedkoop mogelijk, krabbels als we zijn, een grondbed gaan regelen. Familie grondbed. Heet dat zo? Ja.
eigenlijk alleen maar lattenbodems op de grond aan elkaar maken en daar onze matrassen op. Dan kan Jimmy ook daar gewoon zonder uit te vallen eventueel slapen, want hij heeft echt heel veel moeite met zijn eigen bed op dit moment. En ook omdat Charlie niet in de co-sleeper wil slapen, wat ook heel moeilijk gaat, slaapt hij elke keer bij mij. Maar om dat nog veiliger te maken is een grondbed gewoon wel fijner. Dus... En waarom is het sowieso niet dat je gewoon een matras op de grond legt? Vanwege schimmelvorming. Ja, maar ik bedoel met een bodem en dan klaar. Waarom zou je een bed hebben? Met instap is het toch ook fijner voor de meeste mensen? Ja, dat wel. Als je een hernie hebt of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Met een rommel, met een rommel. Waar zijn de bedden? Waar liggen de lattenboyums? Huh? Hebben ze dat wel? Oh, daar. Wat? Daar. Zie je ze niet. Waar eten we? Pokeball! Dan gaan we eerst even... Waar eten we, Jimmy? Pokeball. Pokeball! Eerst even goed roeren. Oeh, lekker zeg. Ja, dat moet nog blijken. Ik ben benieuwd. Zo, doe maar kijken of je dat lekker vindt. Lekker hè? Rijst met avocado, schat. Hier zit ook mango in. Zie je dat? Ja, kom wel. Lekker man. En uitjes. Oh, uitjes. Heet smakelijk. Wow. Dat dacht ik al. Ga je al die dingen er tussenuit halen? Plakrijst. Dat is pokeball, Jimmy. Doe maar op, eten. Is lekker hoor. Je moet met de lepel zo lekker hapje nemen. Zal ik jou helpen met de lepel met de mango erop? Mango op. Dat is een uitje, die vond je net ook lekker. Gebakken uitje. Dat is een chip uitje. Chips. Er zitten chips in die pokeball van jou, Jimmy. Oké, zo dan. Mango. Wow, lekker man. Mango. Mango, ja. Helaas, geen succes. We dachten we laten Jimmy ook een pokeball proeven, maar... Nee, hij heeft alleen maar de mango op die erin zat. Jammer. Ik wil ook nog steeds wel met hem sushi lunchen, maar ik denk dat hij dat ook niet gaat proeven. Jij wel? Huh? Sushi. Hij, dat ik daar ook nog wel met hem wil kijken of hij dat wil proeven. Op dit moment is hij sowieso met alles. Nee, is vies. Nee, Jimmy, niet lekker. Al voordat hij iets geproefd heeft al. Vindt die uitjes uit de pot wel lekker, maar als je dan in het eten hebt zitten, dan hoeft hij niet. Ja, hij had ze uiteindelijk wel, maar ik dacht dat het iets vies was. Stom. Ja. Hij heeft trouwens echt super goed gedaan bij de grotere groep, de peutergroep. Daar is hij ook gewoon echt heel erg aan toe om daar naartoe te gaan. En hij heeft het echt super leuk gehad, dus dat is ook wel heel fijn. Ik denk niet dat dat problemen gaat geven volgende week, jawel? Nee, verwacht niet van. Goedemorgen! Vandaag is Charlie 3 weken oud, Jimmy. En ook precies vanaf vandaag, of ja, vanaf gisteren, vind ik echt merkbaar dat hij... Ja, dat jij niet meer zo strontvervelend bent. Nee, Jimmy is weer gewoon lief en zichzelf, heb ik het idee. Jij ook? Ja, dus dat is heel fijn. Dus ongeveer 3 weken duurt het, mensen, bij ons in ieder geval. Voor als je er ook in zit en je denkt, situatie onhoudbaar, help. 3 weken, volhouden. Charlie en de melkfabriek gaat ook heel goed. Hij vraagt alweer nieuwe. Maar Charlie weegt nu al 1 kilo meer dan zijn geboortegewicht. Oh joh, dat is 3 weken oud, meer dan 1 kilo, niet normaal. Ik zie het ook al helemaal voor me dat, dat hij over 2 jaar, zeg maar in die fase waar Jimmy nou zit, dat hij met dat ontdekken en zo, dat Jimmy hem dan aan zijn hand zo meeneemt naar de speeltuin en dat soort dingen, weet je wel. Dat is wel schattig. Dat hij dan zo op sleeptouw neemt. Ja, heb je daar nog niet aan gedacht? Ja, nou meer omdat Jimmy laatst, toen zei hij van, jij had tegen hem gezegd toch, spelen.
dat hij samen kon spelen met Charlie. Hij zei echt, Jimmy, Charlie, spelen? Samen? Nog even wachten. Maar het is wel echt leuk als ze dat echt gaan doen, ja. Nou ja, het zal vast niet alleen maar ruzie maken zijn als ze elkaar niet mogen. Daar ben ik altijd een beetje bang voor, hè. Dat je dan heel graag een tweede wil en dat het lukt. En dat je dan uiteindelijk heel de dag alleen maar ruzie in de kinderen hebt. Dat je echt denkt, waarom ben ik hier in godsnaam aan begonnen? Maar goed, het zal ook een deel met opvoeding te maken hebben, denk ik. Maar... Ja, daarom zeg ik net ook, vandaar moeten we gewoon zo goed mogelijk aanleren dat die... Nou ja, je kunt ook als... Zodat hij iets met hem kan doen of kan helpen met iets voor hem en dat soort dingen, weet je wel. Ja, maar je hebt ook kindjes die gewoon altijd botsen, ja. Dat is wel echt jammer natuurlijk. Mm. Hallo meneer. Daar is een schaap. Oh! Is dat een schaap? Ik zeg, kijk geitjes. Hij zegt, nee, kijk schaap. Hij heeft wel gelijk, hè, die ene. Oh, die witte? Ja. Oh, die gaat hard. Als mama's mee gaan, bellen, 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 bellen. Hoi, leuk! Ja, was leuk, hè? Ja, ja. Goedemorgen. Vandaag gaat Jimmy trakteren op een van de twee kinderdagverblijven bij de andere morgen. Dus ik heb hier de tractaties. Kijk eens, Jimmy. Deze is voor de juffies. Die mag je aan de juffrouwen geven. Ja. En dan hebben we deze. Is stoepkrijt. Krijten. Ja, oké, okay, krijten. Maar die mag je aan alle kindjes geven. Oké? Okay? Ah ja, en dan kun jij ook krijten. Maar die mag je allemaal uitdelen vandaag aan alle kindjes op school, oké? Okay? Ja, nee, dat. Wat zeg je? Buiten. Opeten? Buiten. Buiten krijten, ja. Ik weet niet of ze daar blij mee zijn of dat daar mag. En anders mag je wel thuis ook krijten. Ik kan echt heel de dag slapen, joh. Nou ben ik ook even, ik heb Charlie in bad gedaan. En ik ben in bed erbij gaan liggen, even samen. En ik word gewoon anderhalf uur later wakker. En ik zou gewoon nog wel veel langer door kunnen slapen. Maar goed, dat is allemaal normaal natuurlijk. Ik heb foto's gekregen van Jimmy. Ik smelt echt altijd als ik foto's van hem krijg op het kinderdagverblijf. En ik wil dan ook altijd meteen naar hem toe. Herkennen jullie dat? Maar het grappige is, dit waren de foto's. En bij het vorige verjaardagsfeestje van hem op zijn kinderdagverblijf, toen hij 1 werd, hadden we alleen maar foto's van dat hij zo deelt dat hij hem hoed probeert af te trekken. Ik zeg maar, hij vertelde ook van ja, hij hield hem echt elke 1 seconde op. Dus we wilden heel snel een foto maken, maar dan pakte hij hem meteen weer eraf. En nu heeft hij die hoed zo vet schattig op de hele tijd. En ze zeggen dat hij het echt super leuk heeft gehad. Thijs heeft hem net al opgehaald, want die zijn eventjes nog naar de kermis. Want het weekend zal het wel druk worden en daarna is de kermis er niet meer. Ik vind het echt jammer, want ik wil gewoon heel graag overal bij zijn. Ik merk dat ik dat heel sterk heb. Vooral nu met die kermis bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik volgend jaar pas weer ga zien. Of misschien als er later nog een keer kermis is. Maar ik had er gewoon zo graag bij geweest. Alleen ja, ik vond het niks om met Charlie daar al bij te zijn met die harde geluiden allemaal. Ik had wel zo'n koptelefoon kunnen kopen, maar uiteindelijk dacht ik, weet je, laat maar. Maar ik wil er dan zo graag bij zijn. Ik wil elk ding van Jimmy's ontwikkeling wil ik meemaken. En ik vind het al erg dat ik dingen mis die op het kinderdagverblijf gebeuren. En nu dan dit ook. Maar goed, komt wel weer. Charlie begint onrustig te worden.
We hebben nog meer foto's. Ja, nog meer foto's. Kijken wat ze er nog meer bij hebben gezet. Oh nee, het zijn dezelfde foto's. Zo lief. Die hoed is ook te schattig. 2 jaar alweer. Hij is maandag jarig. Nee. Een horloge? Ja. En deze? Heb jij deze opgehaald vandaag? Deze heb ik niet. Laat nog eens zien of die mooi is. Wat een mooie hoed. En er staat op dat jij 2 jaar wordt. Wil je deze openmaken? Ja. Heb je die net gewonnen op de kermis? Ja. Mama, ik wil openmaken. Wat mooi. Waar heb je die mee gewonnen, Jimmy? Deze. Met welk spel? Waar had je ermee gedaan? Op de kermis? Maar had je weer eentjes gevangen? Ja. Echt? Cool zeg. Ja, dinosaurus bouwen, wauw. Jimmy, heb je je horloge al laten zien? Ja, die liet hij zien. Hij zei, kijk, mijn horloge. Mooi, hè? Die had als cadeautje op school. Ja. Wow. Deze ook op school. Deze ook op school, ja. Nog steeds zo blij dat wij dit weer kunnen eten. Of ik. Thijs kon het natuurlijk eten, maar die heeft ook heel de zwangerschap zijn best gedaan om het niet te kopen, zodat ik niet daarnaar hoefde te kijken. Ja. Dus we genieten er nou wel een beetje te vaak van eigenlijk. Maar goed, het is gewoon heel erg lekker. Morgen gaan we ook uit eten, want morgen zijn wij 6 jaar getrouwd. 6 jaar. 6? 5 jaar. 5 jaar getrouwd, mijlpaal. En dan gaan we dus uit eten bij Rodeo Steakhouse, waar ik ook al heel de zwangerschap echt heel erg naar heb uitgekeken om daar weer een lekker vleesje te kunnen gaan eten. En mama haalt Jimmy op vanuit het kinderdagverblijf, blijft hij daar lekker logeren. Dus die heeft dat ook naar zijn zin en dan gaat Charlie gewoon mee. Dus ik hoop dat het goed komt, maar ik denk het wel. Ik heb echt nu al zo'n zin in vlees. Echt zo erg naar uitgekeken. Oh, lekker man. Maar goed, deze video is voorbij. Ik heb geen idee of het een beetje boeiend is geweest de afgelopen dagen, want ik zit heel de dag binnen te voeden en ik wil heel graag erop uit, maar het gaat gewoon even niet. De eerste weken zijn gewoon altijd even voeden, slapen, voeden, slapen, voeden, eten, slapen. Maar goed, er komen weer betere momenten. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop dat je de volgende video weer kijkt. Tot de volgende!